De kijkcijfers van de vrijdagse Vandaag-site zitten in de lift naar beneden nu het programma op die uitzenddag is opgerekt tot 1,5 uur. Volgens kijkcijferkenner Tina Nijkamp is dat een duidelijk signaal dat de talkshow gewoon veel te lang duurt, maar Rob Goossens denkt dat er iets anders aan de hand is. Rob stelt aan de desk van RTL Boulevard dat het de schuld is van viroloog Aap Oosterhuis die te gast was in de uitzending. Het zijn natuurlijk nog steeds mooie cijfers, hè? Laat dat voorop staan. Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met het feit dat ze Aap Oosterhuis aan de bar hadden zitten dan dat het wat langer was. Hoezo dan? Aap Oosterhuis past gewoon helemaal niet bij het programma. Je gaat op vrijdagavond dus een iets langere uitzending maken, je hebt live muziek, dus dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat er dan altijd een smaakmaker van het programma is. Juist voor de vrijdaguitzending moet je als vandaag een site putten uit je topgasten, denkt Rob. Zoals Pieter Kobelens of Euskan Akjol of Roxanne Kneteman en dat je niet dan met B of C garnituur komt te zitten, want dan zegt de kijker op vrijdagavond, dan ga ik lekker wat anders doen. Het zou zomaar kunnen dat Rob gelijk heeft. Fans van Vandaag een site spreken zich onder een socials post van het programma namelijk fel uit tegen Aap. Het gaat om tientallen reacties. Wat zeggen de VI-kijkers over Aap? Walgelijk enge vent die mensen tegen elkaar heeft opgezet en er zelf schatrijk van werd, aldus ene Steef. Peter, wel jammer voor het programma dat de kijkers hem niet leuk vinden. Hij past totaal niet in het decor. Marktaandeel en kijkcijfers storten in. Harry, jammer dat Aap nog steeds een podium krijgt om mensen bang te maken en zelf in de picture te blijven. En zo gaat het maar door. Willem, vreselijke man. Dat jullie die leugenaar en fraudeur uitnodigen. Maram, dat jullie deze veearts uitnodigen, hele slechte zaak. Doet het programma zeker geen goed. Jacob, mensen gingen juist vooral kijken naar Vandaag een site om figuren als Oosterhuis te ontlopen. En Joe, als jullie je eigen ramen gaan ingooien, moet je vooral die gast uitnodigen die voorheen niet was weg te slaan bij die NPO talkshows. Beetje rare gewaarwording dat Vandaag een site zomaar ineens deze gast leuk begint te vinden.